En van harte goede dag en welkom bij deze live uitzending vanuit deze locatie. We zitten hier met de secretaris van CLO, dat is de heer Swami Persat. En we zitten niet hier zomaar, u weet dat er een koopkrachtversterking is toegekend aan de leden van de regering, dat is 50%. En mensen hebben hun beklag daarover, maar ook landsdienaren. En er zijn organisaties die landsdienaren vertegenwoordigen, zoals CLO. Zij vinden dat de landsdienaren ook een soort van koopkrachtversterking moeten krijgen, die natuurlijk in de buurt van 50% moet zijn, want dat heeft de regering gehad. Gelijkheidsbeginsel, daarover praat men. Nou, er zijn ook andere bonden binnen Ravaxur die dit idee van CLO ondersteunen, bijna allemaal, zou je kunnen zeggen. En we gaan daarover praten met de heer Swami Persat vandaag, maar natuurlijk ook over andere actuele dingen. Hij is secretaris van CLO, weliswaar niet die CLO van Hooghart, maar die CLO van Miskin. Laat ons dus dan met hem praten daarover. Ik zei het al, meneer Swami Persat, hoe gaat het met u trouwens? Best dank u. Ja, ik zei het al, niet die CLO van Hooghart, maar die CLO van Miskin. Dat is helemaal correct. En nog steeds zitten jullie met die CLO van Hooghart en die CLO van Miskin? Nou, dat is het zo'n beetje. Ja. Er komt geen verandering daarin? Nou, ik hoop dat wel. Ja. Ja, maar wat doet u zelf eraan? Nou, wat moet ik eraan doen? Ik heb een goede meneer geen oorlog verklaard. Dus hij heeft ons oorlog verklaard. Dus als het moet gaan in belang van de werkende klasse, dan hebben we geen moeite om dus dan één vuist te maken. Laat me dat van zeggen. Hij is nog steeds niet prettig over wat jullie gedaan hebben. Nou, wij zijn ook niet prettig. Dus daarover wil ik nog geen discussie daar meer over hebben. We hebben het vaker gehad. Laat het zo blijven. En nu zijn we in een heel moeilijke periode waar er veel turbulentie is binnen de regering en binnen de vakbeweging en binnen de werkende klasse. Dus we willen geen turbulenties meer hebben. Ja. Dus als we een eenheid, een vuist moeten maken om op te komen voor de werkende klasse, voor de arbeiders, dan moeten we dat doen. En niet meer kijken naar belangen. Ja, persoonlijke belangen. Persoonlijke belangen. Ja. Dat is niet een gezonde zaak. Inderdaad. Maar goed, naar het onderwerp waarvoor we hier zijn. De regering heeft een koopkrachtversterking gehad, 50%. Zag u het aankomen? Nee, het is plotseling heb ik het vernomen via de media dat er een 50% is toegekend aan ministers en overige parlementariërs. Ik weet niet of de parlementariërs in aanmerking komen. Hun naam is nog niet genoemd. Dus de organisatie is nog niet genoemd. Maar staatsraad, onderdirecteuren, directeuren. Dus ik was verrast ermee. En we worden van zoveel en nog wat verweten. Van dat we niet opkomen voor ambtenaren en dat we dit niet doen en dat we op de schoot zijn gaan zitten van de regering. En ik ben van oordeel dat dat nooit gebeurd is. Dus groep Miskin is nooit gaan zitten op een of ander schoot van geen enkele regering. Maar we proberen de belangen van de werkende klasse te behartigen. Maar dat wordt ons soms ook niet in dank afgenomen. Want als je de comments leest dat we dat we uitgenodigd zijn geworden en dat we chowmin zijn gaan eten bij de president en dat soort van dingen. En laat me u zeggen, de CLO heeft nooit deel aangenomen om chowmin te eten. En laat me eerlijk zijn, en dat denk ik dat ook gezegd moet worden, op 1 mei recommandé heeft de regering ons uitgenodigd om te onderhandelen voor die 2500, dus voor die loonsverhoging. Of voor die koopkrachtversterking, laat me dat, geen loonsverhoging. En we werden verrast op 1 mei, omdat we 4 uur middags daar moesten zijn. 4 uur, houd u meteen goed hoor. Maar op 1 mei was dat recommandé. En dan toen kregen we een klein bakje met eten. Omdat we dus, nee, het was om 1 uur als ik me niet vergis. Ja. Toch? Dan hebben we eten gehad, we hebben nooit erom gevraagd. En we hebben ook gezegd, laat dit niet zijn dat mensen gaan zeggen dat we chowmin en eten zijn komen gebruiken van de regering. Toch? Het was recommandé en dat was de enige dag. Als andere mensen dus dan gebruik hebben gemaakt op andere dagen van chowmin van de regering. En het is niet de aangelegenheid van de CLO, maar dat gelijk ontkrachten. Okay. Ja, ja. Maar nu is het een feit. De regering heeft dus dan voor zichzelf, dat klinkt zo raar, maar voor zichzelf hebben ze dus dan een koopkrachtversterking van 50%. Ze hebben zelf
die 50% geven. En ik lees dat jullie dus dan aangeven, tenminste CLO is eerst ermee gekomen. Eigenlijk moet iedereen dat ook krijgen. De landsdienaren moeten dat ook krijgen. En jullie verwijzen naar een akkoord dat sinds 2020 met de regering is overeengekomen. Kunt u een beetje daarover vertellen? Dus laat me dit van zeggen. We zijn vanaf aantreden, dus vanaf 2020, is CLO bezig met de onderhandeling om dus dan dat goedgekeurd te krijgen. Of dan om dat uit te voeren, laat me dat zeggen. Mm-hmm. Aantreden van deze regering is, zijn we weer aan tafel gaan zitten, meerdere malen met de regering. En altijd kregen we te horen van er is geen geld, laten we even wachten. De heer Miskin, de voorzitter van de CLO's, is recent nog uitgenodigd geworden door clusterministers en heeft het weer ter sprake gebracht. En van het jaar zouden dus dan gesproken worden over de uitvoering van die 50%. En nu dit van de regering 50%. Dus eigenlijk wil ik dat woord gelijkheidsbeginsel niet meer gebruiken, want anders kunnen ze het ander gaan interpreteren. Laat me dit van zeggen, van laten ze die 50% loonsverhoging die toegekend is in 2020, laten ze dat uitvoeren. Dus als ze dat willen uitvoeren, dan hebben we geen moeite met de rest. Maar je gaat jezelf niet zegenen. En dan kom je via alle mediahuizen vertellen dat u geen geld hebt en dat u de mensen niet, want als je geld gaat geven is er inflatie. En wat is er nu? Als ze het nemen of als ze het krijgen, is er dan geen inflatie? Dan wil is er ik nog, wel inflatie? Dat zeggen zij. Ik ben geen deskundige, ik ben geen rekenkundige. Mm-hmm. Toch? Dat zeggen zij dat er inflatie is. Maar laat me dit van zeggen, wij zijn van oordeel dat als ze krijgen, dat wij ook moeten krijgen. En wij willen niet, we eisen niet van hun dat we iets nieuws willen hebben en dat ze onze nieuwe loonsverhoging. Laat ze die 50%, wat bij resolutie is goedgekeurd, op 14 juli 2020. Laat ze dat uitvoeren. Want dit is niet smakelijk dat wij dus dan eronder moeten lijden. Want als we kijken wat er allemaal gedaan is geworden binnen deze regering. Men praat over ambtenaren. Zoveel ambtenaren, laat me dit zeggen, worden nu nog in dienst genomen. En ze hadden zo grote dingen juni hebben ze overgenomen, toch? Toen zeiden ze daarvoor dat ze geen mensen in dienst zouden nemen. Er zijn bijna 60.000 ambtenaren. Dus nu ze gaan afslanken en ze gaan dit doen. Nu zie ik iets verschijnen binnen het personeelswet. Artikel 28, ja. Toch? Dus als we in actie gaan, gaan ze zeggen van no work, no pay. Dan gaan ze de artikel 28 willen toepassen wel. Het gaat zeer onsmakelijk zijn als ze dat doen. Snap je? Want de werkende klasse heeft recht om op te komen voor hun problemen. En dat kan je niet weghalen door middel van wetten aannemen, mm-hmm, en publiceren. En dan leidt de kleine man eronder. Dat gaan we niet toelaten. Want er zijn zoveel mensen in dienst genomen. En als je ze vraagt hoeveel mensen in dienst, geven ze geen antwoord. Nee. Toch? Zoveel beleidsadviseurs, als je die commissies hoort. Er zijn meer dan 500 tot 600 commissies benoemd. Woe. Geen rendement. Geen enkel vooruitgang door al die 100 commissies die zijn benoemd. En laat me u zeggen, de honorarium is niet een klein bedrag. Het begint bij de laagste bedrag is 8.000 netto en de hoogste is 35.000. En dan praten we over 5.000. Maar die missen echt zoveel voor die commissies? De presidentiële commissies krijgen tussen 25.000 en 35.000. Zo. En we zijn goed geïnformeerd als vakbondsleiders. Ik praat niet iets wat ik uit mijn duim gezogen heb. Dat is de naakte realiteit. Ja, de president zegt ook dat ze soms pro deo werken. Die mensen werken pro deo. Laat me u zeggen, laat ze hun verhaaltjes vertellen. We zijn geen vrienden in Jeruzalem. We volgen alles op de voet. En wanneer u zichzelf wil zegenen, als u het kruis hebt, mag u dat doen. Maar dan gaan we dat niet toestaan. We gaan niet toestaan dat we gaan blijven zitten om te kijken wat u allemaal doet.
En dat we zo gaan blijven. Want u weet zelf, meneer Gerald, toch, hoe hard we het hebben in dit land. Toch, hoe moeilijk het is geworden. Dat als ik u zeg, ik was boven de zesde. Ik ben recent was ik in Nederland. Voor twee dingen. Voor een check-up van mijn gezondheid en een beetje te ontspannen. Ik had nooit gewild, ik zou nooit in Nederland willen wonen. Want ik heb alle gelegenheid gehad toen ik jong was. En nu dat ik boven de 60 ben, gelooft u mij? U overweegt het? Ik overweeg het. Als het aan mij, als ik de mogelijkheden zou hebben, was ik niet teruggekomen. Zo erg, ik hou verschrikkelijk veel van mijn land. Maar wat er nu gebeurt, ik kan het niet meer zien wat met het volk gebeurt. En dan wordt er verweten van ja, maar dan jullie doen niets als CLO. Ik zeg en ik blijf het zeggen, meneer Gerald, ik heb nooit en te nimmer een positie genomen van geen enkele regering. Toch? Om de reden waarom ik het niet heb gedaan, omdat als je het doet of als je het accepteert, moet je je mond houden. Toch? Dan mag je niks zeggen. Toch? En ik heb het niet gedaan en vandaar. En maar als je hoort, als je naar de comments luistert, nu op het ogenblik, weet je hoeveel comments, negatieve comments geplaatst worden. Toch? Maar daar maak ik me geen zorgen om. Ik praat over de werkende klasse. Ja. Ik praat over arbeiders die het moeilijk hebben. En als het me in dank wordt afgenomen of niet. Record, dus dat laat ik even tussen haakjes. Mooi. Maar hoe sterk staan jullie wanneer jullie zeggen van... we willen ook die 50% van 2020. Hoe sterk staan jullie? Is het zo dat jullie... Want ik heb gelezen dat jullie dus dan een gesprek aan... jullie hebben een gesprek aangevraagd. En dan moet er iets daaruit komen. Maar hoe sterk staan jullie? Dus kijk, als CLO heb ik een ultimatum van 3 weken. Ja. Ik heb een rechtsfractuur vergadering gisteren een mededeling gedaan. Ze hadden het ook al gelezen via Starnieuws. En rechtsfractuur zegt ze ondersteunen dat. Ja. Dus we hebben toen een brief geschreven naar de regering en verwachten binnen 2 weken antwoord. Of om geen antwoord, om ontvangen te worden. Ja. Toch? En ik denk dat de regering ons wel gaat ontvangen. Mocht dat het geval niet zijn, want dat zou je me net vragen. Ja. Mocht dat het geval niet zijn, dan zullen we de uiterste middel gebruiken van de vakbeweging. Ja, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is dus simpelweg van, we gaan met harde acties komen. Ja, in deze tijd kan dat, want iedereen is zo'n beetje bang, alles maar in vrede, zo wat, ik doe een beroep. Op alle Surinamers. Bang zijn moet het laatste zijn. We mogen niet meer bang zijn. We moeten niet meer bang zijn. We moeten nu de mensen confronteren met de realiteit. Het volk heeft hun daar gezet. Ze zijn niet zelf daar gaan zitten. Het volk heeft gestemd. Het volk heeft het parlement gekozen. Het volk, het parlement heeft dus dan de regering geformeerd. Dus al dit soort van dingen hebben plaatsgevonden. Door een kleine groep hebben ze proberen zich hunzelf te zegenen. Mm-hmm. En de mensen die hun daar hebben gezet, die worden totaal verwaarloosd. Toch? Het wordt nu naar hun omgekeken. Ik zei u net, ik had een kippenbedrijf. Een pluimveebedrijf, laat ik dat zeggen. Toch? 2 jaar geleden ben ik gestopt met kweken. Ik kocht toen een zakje voor 275 SRD. Vandaag de dag ze praten over 13 en 1300 zoveel voor een zakje voer. Meneer Harderwijk, ik was geen kleine kweker. Ik had moeten stoppen om de situatie. Want als je een percentage hebt van 5-6% sterfte bij zo'n situatie van 1300 gulden per zak, dan moet je weten dat het niet meer haalbaar is. Ja. De situatie is niet meer haalbaar voor u bijvoorbeeld, maar ook voor heel wat Surinamers en ook de landsdienaren vooral. Ik heb het niet over mezelf. Ja. Ik heb het over het algemeen. Ja, ja, ja. Ja. En de landsdienaren, die, we praten met mensen die zeggen van, hey, de man ik op Guno. Nu is de tijd aangebroken en ik ga het niet, erbij neerleggen. Ik ga het uiterste middel gebruiken en ik ga tot het eind strijden voor de werkende klasse en
als dat het geval niet mocht zijn, dat er gehoor wordt gegeven of andere vakbondsleiders niet willen ondersteunen, dan heeft het niet aan mij gelegen. Ja. Want ik zal doorgaan, alle mediahuizen die mij vragen voor een interview, hoe krom of scheef, zal ik antwoord opgeven en na eer en geweten het werk wat ik op mij heb genomen, rodeo, kosteloos, wat ik op mij heb genomen, zal ik tot het eind uitvoeren. Ik stel deze vraag omdat we ook deze vragen krijgen. Is het zo, want men is nog niet 100% overtuigd dat CLO niet achter de regering staat en dat CLO niet op schoot zit van de regering en al die zaken. Men heeft hun twijfels nog. En dan krijg je die vragen van, maar is er niet een soort van strategie die ze toepassen om ons zoet te houden, om ons een soort van beeld te geven alsof ze echt willen strijden voor ons? Hoe reageert u op die kritiek? Nou, de mensen hebben gelijk. Ik kan ze geen ongelijk geven als ze zo reageren, toch? Omdat in de loop der jaren we zoveel gezegd hebben, ja. En niet de CLO alleen, ook andere centrales, we hebben zoveel gezegd en weinig gedaan. Mm-hmm. En nu is de tijd aangebroken, meneer Gerald, mm-hmm. dat ik strijd ga leveren, groep Miskin en alle andere vakbondsleiders zal ik binnenkort oproepen. De mens zegt, wie zich vernedert, zal verheven worden. Ook Hooghart gaat u oproepen? Daar heb ik geen moeite mee. Ik heb er geen moeite, dat zeg ik u weer, als het om de arbeiders gaat, als het om de werkende klasse gaat, dan heb ik geen vijandschap. Ja. Toch? Ik heb niks tegen meneer Hooghart. Toch? Er zijn een paar dingetjes gebeurd waar we niet eens waren. En meneer Hooghart, u weet wie meneer Hooghart is, hij is opposant. Ja. Hij heeft altijd gezegd, ook in alle vergaderingen, dat hij een dictator is. Maar meneer Hooghart is ook mijn beste vriend geweest. Toch? Ik zal hem niet meer bekritiseren. Al wat dan ook hij mocht zeggen via welke mediahuizen dan ook. Ik zal hem laten voor wat, ik zal het laten voor wat het is. En ik ben van oordeel dat hij ook veel ouder dan me is. Ja. En dat ik het respect voor hem zal opbrengen. Ondanks hij me tot de vloer soms veegt, zal ik zeggen van, meneer Hooghart, ik zal u niet meer bespreken. Laat het voor wat het is. U mag me blijven bespreken, ik heb er geen moeite mee. Ik heb een rein geweten en ik vrees geen aanklacht. Ja, die ondersteuning krijgt u van bijna de rest van Rafaksuur. Maar ik lees ook dat bijvoorbeeld de heer Haverkamp en nog iemand anders, nou, die zitten in de staatsraad. En ze hebben meegewerkt aan de verhoging. Ze hebben gestemd, voorgestemd met andere woorden. Hoe moeten we het zien wanneer ze zeggen dat ze je ondersteunen in dat wat u wil gaan doen? Hey, Rafaksuur bestaat niet uit meneer Haverkamp en meneer Tjotkan. Mm-hmm. Dat zijn de vertegenwoordigers die dus daar in Rafaksuur dus dan deelnemen. Maar bij het aannemen van zo'n zwaarwichtige wet, of wat het dan mocht zijn, heeft meneer Haverkamp heeft dan laten weten van dat hij niet heeft meegestemd. Dat zei meneer Haverkamp? Dat zei meneer Haverkamp. Hij heeft niet meegestemd. En ik denk niet dat ze ooit ergens getekend hebben. Dus wat er gezegd wordt, dat er twee vertegenwoordigers van Rafaksuur in de staatsraad zitten, dat klopt. Ja. Maar ze hebben gezegd dat ze niet hebben meegestemd. Oké. Dus plotseling zagen ze iets okay. van een conceptbesluit. Mm-hmm. En dat was het. Hoe moeten de landsdienaren zich deze dagen opstellen? Hoe moeten ze zich opstellen? We gaan ze oproepen. Ze moeten stand-by zijn. Als de regering ons uitnodigt en er komt iets goeds uit de bus, mm-hmm. zullen we ze ook via de media mm-hmm. informeren. Maar laten we ze geruststellen, zij die dus dan dat zeker willen hebben, dat we dat ondergetekende dat niet gaat laten voor wat het is. Toch? Ik heb geen belang nodig. Ik heb geen positie nodig van geen enkele regering. Mm-hmm. Toch? In 2017, de NDP heeft me in 2017 ontheven van mijn functie. Toch? Men zegt dat ik NDP'er ben. Ik ben in hart en nieren NDP'er. Laat me niet onder banken en stoelen schuiven. Toch?
Maar desondanks hebben ze me ontheven. Dan ga je zeggen, oh, meneer Swijpers, dat u hebt gestolen. Ik heb fraudeuze handelingen gepleegd. Helemaal niet. Toch? Ik moest plaatsmaken voor een minister dus dan die aantrad om zijn mensen te accommoderen. Laat me het breed vertellen en zeggen. Toch? Want ik word uitgemaakt. Welke minister was dat? Minister Mustadja. Mustadja. Ja, van arbeid. Oh, arbeid, ja. Ik ben inspecteur-generaal geweest van de arbeidsinspectie. Dus ik moest plaatsmaken voor iemand van hem. Dus dan vandaar dat ik toen er scenario's werden opgezet, hè, ben ik toegelopen naar hem en gezegd van luister, heeft u een of andere opmerking? Ik hou de eer aan mezelf, laat me weggaan. Laat het niet gaan escaleren, want ik ben geen dief en ik ga me nooit laten gebruiken. Ja. Ja. We gaan afsluiten. De regering heeft nog niet gereageerd op uw schrijven. Ik weet niet of het vandaag zou het. Dus gisteren is die brief gemaakt. Er zijn vakbondsleiders die nog moesten tekenen. Dat zouden ze vandaag tussen 9 en 10 doen. Dus ik denk dat dat intussen ook al gedaan is. En ik denk dat vandaag de regering een brief krijgt om dus dan daarop te reageren. Maar zoveel mediahuizen hebben mij al geïnterviewd. Mm-hmm. En ik blijf bij mijn standpunt dat wat ik voor ogen heb, mm-hmm. en dat wat de gemeenschap, waarmee de gemeenschappen nu, wat ze allemaal ondervinden en wat ze allemaal moeten meemaken met betrekking tot de prijzen in de winkel en algemeen, benzine, noem maar op. Het is niet meer te doen. En dan hoor je plotseling een 50% procent verhoging voor koopkrachtversterking voor de hoogwaardigheidsbekleders. Wel, wij zijn mensen, de gemeenschap is groot en we gaan dat van hun eisen, we gaan het afdwingen. Oké. Okay. We gaan het blijven volgen. Dank u wel, meneer Swami Prasad. Thank you. Ja. Duidelijke taal van de heer Swami Prasad wanneer hij praat over de koopkrachtversterking die ze eisen van de regering. En we hopen dat zaken goed gaan, want op het veld klagen de landsdienaren. En ze geven aan dat de CLO niets doet. Maar meneer Swami Prasad geeft aan dat hij echt zal vechten en strijden voor de landsdienaren. We zullen dat volgen. In ieder geval, we hopen dat de regering snel reageert op de brief van CLO, zodat er een gesprek komt. Rafaxuur, hè? Oké. Okay. En zodat er een gesprek komt. En dan horen wij wat eruit komt. Ik dank u wel voor het willen kijken. We hadden uitdaging met het internet. Maar u weet, deze dagen hebben we echt iedereen uitdaging met internet. Ik denk dat de internetproviders nu bezig zijn met nieuwe zaken die ze invoeren. Wat ze nou doen. En dan is het super slecht wat internet betreft. Dus wij hebben ook die uitdaging. Maar wat je kan doen is later gewoon op YouTube gaan. We loaden het op. Maar daar heb je geen onderbreking. Het is gewoon smooth. Alles kan je dus dan volgen later op onze YouTube-channel. En als je nog niet geabonneerd hebt op onze YouTube-channel, doe dat snel. Want daar komen al deze zaken. Weet je, dat zie je ze direct. Maar goed, Gerald Haderwijk is de naam. Roberto Ormskerk is de cameraman. We zijn er later weer.